Dit is de uitleg van werkblad 2 van serie 3 op bladzijde 25. Nou, dit hele blad is eigenlijk een beetje allemaal hetzelfde. Dus ik ben bang dat het een beetje saai is. Ook niet zoveel spannende dingen. Als je bijvoorbeeld bij som 1 kijkt, dan zie je bijvoorbeeld 8,09 plus 1,4. Nou, het is natuurlijk belangrijk dat je het, als je het onder elkaar zet, dat je hier even 1,40 van maakt. Want dan is het allemaal wat makkelijker op te tellen. Nog eentje hier zo, 50,5 plus 3,7. Nou, het is allemaal recht toe recht aan. Eigenlijk niet zo heel spannend. Bij deze is het natuurlijk ook wel handig om hier bijvoorbeeld 1,30 van te maken. Ook wat makkelijker. Nou, het aanvullen. Ik zou jou als gewoon eerst even aanvullen tot het eerstvolgende ronde getal. Dat is 2. Dus hier doe je dan 0,55 bij. En daarna zit je op 2 en dan doe je nog 1 bij en heb je 3. Dus wordt het 1,55. Nou, dat is allemaal niet zo spannend. Eerlijk gezegd is som 2 ook niet zo heel spannend. Eigenlijk allemaal hetzelfde. Bij som 3 heb je 1 getal wat gekleurd is. En je moet dan zeggen welke twee getallen, bijvoorbeeld hier 0,5 en 0,3... Als je daar het verschil van neemt, ofwel ik vul 0,3 aan tot 0,5, dat is 0,2. Of ik doe 0,5 min 0,3, is ook 0,2. Dus je zoekt gewoon twee getallen erbij. Nou, hier 1,3. Als ik 1,8 neem en er moet dan iets af om 1,3 te krijgen, nou, dat is dan 0,5. Dus is wel heel snel gevonden. Ja, ik wist het natuurlijk al. Dat was niet eerlijk. Oké, dat is even een beetje puzzelen. Verder zal ik deze allemaal even langslopen. Niet zo heel spannend. Vind je het niet te interessant, dan spoel je hem lekker door of begin je gewoon gelijk. Even kijken, ik heb iemand die heeft 3 stukken touw van 1,5 meter. En 4 stukken van 1,75. Het is in principe gewoon 3 keer 1,5. En 4 keer 1,75. Even kijken hoor. Nou, dat is even kijken, dat is 7 als ik het goed heb. Moet er dus als het goed is dit uitkomen. Ik check even mijn antwoorden hoor. Ik denk het wel. Nou, ik kan het even niet vinden. Oké, het is echt heel erg. Ja, ik heb het al gevonden. 11,5. Oh, die staat er ook gewoon bij. Nou goed, de volgende. Hier, de eerste prijs is 1,2 miljoen, tweede prijs 700.000 en de derde prijs 250.000. Nou, ik zal het allemaal gewoon even omzetten in bedragen die je makkelijk kan vergelijken. Dus 1,2 miljoen is dan 1.200.000. 700.000 kan er gewoon bij. 250.000, nou als 1 miljoen dit is, dan moet 250.000 dit zijn. Tel je eens bij elkaar op en dan heb je hem. Gaan we verder. Deze. Iemand weegt 78,5 kilo. En dan gaat er eerst een beetje af en dan komt er weer wat bij. Nou, je kan het natuurlijk op twee manieren doen. Of je zegt van, nou, uiteindelijk is hij minder afgevallen. Dus dat haal ik hier gewoon af. Dat betekent dat hij niet 3,7 kilo afviel. Maar, eens kijken, 2,4. Dus dan haal je er gewoon 2,4 vanaf. Dat is ook een optie. Of je haalt ze er allebei één voor één vanaf. Dat kan ook. Oké, nou, niet zo moeilijk hè. Hey, succes!